tijd. Sta op en ga de stad in. Is dat hier een stad? Ga langs die poortje. Ah, langs die poort daar. Oké. En dan moest ik ook nog een voorwerp op de kruk leggen, hè? Een voorwerp. Waar vind ik hier een voorwerp? Wat moet ik daar nu op leggen? Is er een voorwerp om op de kruk te leggen? Maar dat is iedere keer hetzelfde, hè? Er moet iets op en waar moet je dat weer gaan zoeken? Waar moet je dat nu weer gaan halen? Ik zal er dan maar mijn hand op leggen, zeker. Ik heb mijn hand op de kruk gelegd. Tja, de handoplegging. De Heilige Geest, die wordt doorgegeven. Dat doet mij nu denken aan al die vormsels die uitgesteld zijn. September, oktober zullen ze eraan komen. De Geest die nog niet in de Pinksterperiode is doorgegeven aan de vormelingen. Maar hij zal er zeker komen. Die handoplegging die hoort er zeker bij. Of de handoplegging bij een ziekenzalving. Als mensen gevallen zijn en proberen terug op te staan. Mensen die last hebben van hun ogen. Die het niet goed meer zien. Die in de ziekenzalving de handen opgelegd worden. Of, dat vind ik zelf ook wel een belangrijke. De handoplegging in het sacrament van de verzoening. Ook daar. Het niet goed meer zien. Proberen om terug op te staan. En kracht krijgen. De inspiratie krijgen, de geest krijgen om met die handoplegging terug de moed te vinden, de inspiratie te krijgen, de geest hebben om op te staan, om vooruit te gaan. Die handoplegging bij onze kruk, bij ons, eigenlijk een belangrijk gebeuren, hè? Dat is hier echt een rechte straat, hè? Al dat verkeer, auto's kunnen hier echt wel doorrijden, hè? Maar ja, de vraag is, de rechte straat, de rechte weg, welke is dat voor u, voor mij? Iedereen moet dat zelf ook een beetje uitzoeken. Wat is die rechte weg? Waar wordt er recht gedaan aan mijn talent? Waar wordt er recht gedaan aan mijn roeping? Want we zijn allemaal wel mee uitgekozen. We hebben allemaal de handen opgelegd gekregen om eigenlijk Gods werktuig te zijn. Om de naam van Jezus uit te dragen. De vraag is, op welke manier kan ik dat doen? Hoe geef ik daar zelf vorm aan? Als ik naar mezelf kijk, dan heeft dat natuurlijk te maken met wat ik doe. Dan heeft dat natuurlijk te maken met de keuze om priester te worden en als priester in het leven te staan en een aantal dingen te doen. Maar misschien nog meer ook met de manier waarop dat ik probeer elke dag opnieuw in de concrete taken die mij gegeven zijn, in de concrete ontmoetingen met mensen, probeer eigenlijk een beetje als Jezus te zijn. Jezus te doen aan mensen. Voor mij betekent dat vandaag iets anders dan vroeger. Als ik zo
6, 7 jaar was, was het voor mij ook het idee, ik ga priester worden, want dan kan ik Jezus doen. Toen was dat nog met het idee, dan kan ik wat slijk maken, op een blinde zijn ogen wrijven en dan kan die zien. Ik weet dat dat niet de manier is waarop dat ik vandaag Jezus kan zijn. Maar misschien kan ik toch, probeer ik toch, doe ik mijn best, om in de ontmoetingen met mensen die ik heb, in de vergaderingen die ik te doen heb, in de ontmoetingen die ik te doen heb, om daar, ja, als Jezus ook, te zijn en mensen ogen te openen, mensen te helpen opstaan. Ja, en als je probeert als Jezus te zijn, als je probeert om zijn werktuig te zijn, als je daar echt de missie van je leven van maakt, dan zul je het ook al wel meegemaakt hebben dat dat niet allemaal vanzelfsprekend gaat. Dan zult je zeker ook al meegemaakt hebben dat dat ook meebrengt dat je moet leiden in zijn naam. Ik denk bij mensen die heel straf proberen om Jezus naam uit te dragen, om hem te doen, dat hij dat ook straf wil kunnen tegenkomen en daar getuige van zijn. Ik denk bijvoorbeeld maar aan een van onze grote Vlaamse voorbeelden, Pater Damiaan. Door echt te kiezen om Jezus te doen aan mensen, ja, heeft dat hem uiteindelijk zijn leven gekost. Dat is heel straf geweest wat hij daar gedaan heeft, maar dat heeft hem niet tegengehouden. Hij wilde op die manier recht doen aan mensen, recht doen aan God. Ja, het werktuig dat hij in Gods handen mag zijn, echt concreet waar te maken. Heer, laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook. Mijn geheven handen u een avondoffer zijn. Ik nodig jullie uit om het even stil te maken en na te denken over wat er vandaag op jouw pad kwam. Wie mocht je ontmoeten? Wat mocht je vandaag beleven? En dank God luidop voor iets moois dat je vandaag meemaakte. Ook ik zal dat doen. Ik dank God vandaag graag voor die kleine plagerij met mijn collega Bart. U hebt het gezien, hij is er nat van geworden. Die kleine ondeugendheid. Wel prettig, wel aangenaam. En daarom bid ik, Alleluia, loof de Heer, want Hij is goed en eeuwig duurt zijn trouw. We bidden samen, Alleluia. Loof de Heer, want Hij is goed en eeuwig duurt zijn trouw. Wat was vandaag misschien moeilijk voor jou? Waar heb je spijt van? Wat had je graag anders gezien? Laten we ook daarvoor God in stilte vragen om zijn genade en om zijn nabijheid. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. We bidden samen. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Ik lees een fragment uit het evangelie van vandaag, uit het evangelie van Matteüs. Bij het zien van de mensenmenigte werd hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei hij tegen zijn leerlingen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ik lees het nog een tweede keer. Bij het zien van de mensenmenigte werd hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder.
Toen zei hij tegen zijn leerlingen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. We mogen deze dag neerleggen met de lofzang van Simeon. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Barmhartige God, wij danken u voor de goedheid waarmee gij ons deze dag hebt omringd. Waak over ons deze komende nacht. Geef rust en troost aan de zieken. Sterk alle bedroefde en aangevochten harten. Laat uw licht over ons schijnen. Doordring ons van uw vrede door Jezus Christus, onze Heer. We mogen elkaar een kruisje geven, elkaar een goede nacht wensen. En daarbij bidden we, een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.